Ik kan zeg maar heel erg zo geld over de balk gooien. Oh, lekker. Maar het is nog nooit zo op zo'n punt gekomen. Op de een manier voel ik dat denk ik toch aan. Ik heb echt rock bottom gezeten. Met niets. Huilend op de keukenvloer. Financieel toekomstplan. Ik zou voor later in ieder geval 10.000 euro per maand willen hebben. Ja, ik moet altijd 10.000 euro op mijn spaarrekening hebben staan. Ik ben nu pas anderhalf jaar aan het ondernemen en ik ben nu echt dat gewoon een stabiele basis aan het geven. Nee, ik hoef natuurlijk niks meer te doen, maar dat zou me niet gelukkig maken. Ik ben gaan sparen omdat ik in theater ben gaan werken. En dat is gewoon een hele grillige omgeving. Geld op een spaarrekening levert natuurlijk zeker de laatste jaren niet zoveel op. Dus ik beleg liever. Je spaart om te beleggen. Sparen. Ik heb een profiel dat ik een beetje risicovermijdend ben. En beleggen, dat vind ik af en toe best wel spannend. Als je nog heel jong bent en je wil gaan beleggen, ja, dat is super. Want dan heb je nog heel lang de tijd om je geld te laten renderen. Vroeger was het natuurlijk heel erg van het sparen, want dat was het enige wat je kon doen. Ik ben opgegroeid met, je moet gewoon financieel onafhankelijk zijn. Ik heb echt rock bottom gezeten, met niets, huilend op de keukenvloer. Ook al was het een tientje opzij zetten en dat bedrag werd ook eens hoger. Altijd heel simpel en kleine bedragen wat wel handelbaar is. En vanaf dat moment ben ik geld gaan opzij leggen, geld gaan sparen om het te investeren in dingen die geld opleveren. Mijn vader die had een fototoestel en ik kon zijn oude fototoestel overnemen, maar dat kostte 25 gulden. Hoe kom je dan aan 25 gulden? Sparen. Even denken. Nee. Nou, ik denk tienerjaren waren mijn doelen voornamelijk vakanties. Ja, dat is toch als je de rekening van de aannemer betaalt voor een verbouwing in je eigen huis. Ik kan zeg maar heel erg zo geld over de balk gooien. Oh, lekker. Maar het is nog nooit zo op zo'n punt gekomen. Op de een manier voel ik dat denk ik toch aan. Ook met rondjes in de kroeg. Het is nooit dat ik aan het einde van de avond denk, nou, wat een insane bedrag. In het begin was ik ook van, oh, het is alleen maar sparen. Nou, nu is het beleggen erbij. Ik wil ook weer vastgoed gaan beleggen. Dus ik word daar telkens strategischer in. Want je ziet maar zo dat door een oorlog of door een virus één van je inkomstenbronnen zomaar plat kan komen te liggen. Ik denk dat ik toch wel een hele, ja, voor het merendeel een passieve belegger ben. Hele gezellige. Niet echt een soort systeem of zo. Het is gewoon als er is, zet ik wat opzij. Denk ook, ik heb niet nodig, dan zet ik iets opzij. Passief als in indexbeleggen natuurlijk. Ja, een mandje aandelen, zeg maar. Ja, dat geeft me ook rust. Dat ik niet zelf de fouten kan maken en dat de markt zijn werk doet. Een hele veilige, een beetje risicovermijdend en lange termijn. Mijn drijfveer is niet veiligheid. Ik vind het belangrijk om een goed fundament te hebben. Maar ik zie ook wel mensen om me heen die voelen zich pas goed als ze 50.000 euro op een rekening, op een spaarrekening. Terwijl ik denk, ja, die spaarrekening onder invloed van 0% of negatieve rente. Het staat daar te verdampen, dus het moet daar weg. Geld. Ze maalt er niet om, het interesseert geen klap. Ja, mijn moeder is mijn grote inspiratiebron. Mijn ouders waren ongelooflijk verstandig met geld. Nou, dat wat je leert in je jeugd, dus wat je ziet, hoort en voelt over geld, dat worden overtuigingen. Voor mij is echt onderhandelen gewoon een soort tweede natuur geworden. Ja, dat hebben mijn ouders echt in mijn genen naar binnen geduwd. Ja. Die financiële onafhankelijkheid, dat heb ik zeker vanuit huis meegekregen. Ik wil eigenlijk zo min mogelijk bezig zijn met geld. Dat is het hoogst haalbare, weet je wel? Dat het gewoon een non-issue is. Het is er, het loopt, het gaat, het werkt en we hebben het er niet over. Zorg dat je een buffer hebt, dat sowieso. Maar ga beleggen. Jonge vrouwen die willen beleggen. Begin vandaag. Beleggen? Nee, nee. Ik snap dat je denkt, waar moet ik beginnen? Ik ben nu ook aan het beleggen voor lange termijn. Ja, wat ik beleg is gewoon een vast bedrag. Nee, ik vind het nu niet meer spannend. Door het indexbeleggen weet ik dat ik heel erg gespreid beleg. Dus inderdaad, het gaat soms omhoog, het gaat soms omlaag. Maar ik weet dat het de markt volgt. Begin bij iets simpels. Wat goed is ingericht. Met een heel klein bedrag. Ik geloof heel erg in de macht van de markt.
wat is het moment dat ik toch een beetje moet verkopen? Of kan ik nog een beetje wachten? Maar het feit dat ik bij de Giro ook zo'n fijn overzicht heb, dat is wel een lekker gevoel. Ik heb siliconenworst genomen toen ik 21 was, 22. Mijn man wordt gek als hij het ziet. Mijn vader was ook reet irritant daarin, maar ik vond het echt onwijs awkward. Thank you.